Is dat jou? Wat dan? Je mag erbij komen, ik kan me even uitleggen. Kom je erbij. Goedemorgen jongens, we zijn weer terug bij de Ducati. De Multistrade 1000. Jullie hebben in het vorige filmpje gezien. Die motor wou niet starten. Toen gingen we neuzen, kwamen we erachter dat de startmotor kapot was. Jullie hebben de startmotor gezien dat die kapot was. We hebben een andere startmotor geregeld. Bijna een nieuwe startmotor. Die heeft maar 2600 kilometer gelopen. Zo'n startmotortje kost volgens mij, denk ik dat zo'n startmotor 4.500 euro kost ongeveer. En het is een tweedehands met heel weinig tellers, heel weinig gelopen. We gaan de startmotor monteren, die kapot was. Het plaatje moet er wel op, dan moet er iets vanaf. Even kijken, die moet er zo op. Dan schuiven wij hem er zo op. Wat? Ben je het zo? Ja, ik zie hem. Of zo? Ja, nee, ik heb hem opgevangen worden, dat is duidelijk. Maar die uitlaat waar ik niet wist wat het was, ik heb het gekeken omhoog gehaald. Het is gewoon door het midden. Dus we moeten een nieuw uitlaatje moeten hebben. En een uitlaatje kost volgens mij 80 euro, 85 euro. En daarna ben je gewoon 100 euro kwijt met monteren. Ja. En dan voor wandje 15 inches. Dus 150 euro ben je betaald. Dit is deze. En dan even kijken. Anders, draaien we even op het motorblokje. Nee, heb ik niet. Ja, ik ga vandaag klaar maken, want ik heb nou een brug staan. Ik ga nou gewoon door, dan is die een paar uurtjes te klaar. Ja. Ik heb vanmiddag naar zo'n aan moet je komen, zet ik klaar. Even die hoort daar zo. En nu hebben we deze. Ja. Dat is goed. Ja. Zal ik een glasje vellen? Die bout hieronder zit daar. Die even loshalen. En deze onder hier. Hier zo. Een boutje onderhalen. Dit is nog een keer dat. Hoppa. Dat is een even aan draaien, dat die goed zit. Die zit goed. Douwen de tang weer op. Druk hem weer bij elkaar. Die zit goed. Nou, even kijken. Hier komen we daar vandaan. Even kijken. Dan gaan we de andere kant op. Dan ben je aan de andere kant. Nou, even. De seks weer netje weg. Kom aan de andere kant heen. Ja, als het binnen wagen is, dan is het anders voor. Even kijken. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7. Die hoort daar. Maar. Dan moet deze het zijn. We zijn nog bezig met de startmotor. Hey, daar zit een kleine verschil in die startmotor. Momentje. Oké,
deze startmotor. Kijk. Die kan nog eens hier vast. Want dat heb hij niet. Zien jullie dat? Normaal moet je met nog een schroef hier aan deze kant vast. Deze heeft dat niet. Waarschijnlijk is die van een iets ander model. Dat kan van een 748 zijn of een 996. Maar maakt niet uit. Hij is hetzelfde. Dus deze schroef valt weg. Deze kant op. Kijk. Dit is gewoon wel een originele startmotor, is toch? Het is geen imitatie ding. Het is gewoon een originele startmotor. Kijk. Hoppa, die zit daar zo. En nou gaan we hem monteren. Pak maar een bordringetje erbij, een boosje. En we gaan met hiermee borgen. Inderdaad, hij moet helemaal schoon zijn. Kom maar eens naar de kant. Kijk, om ons dat mee kijken. Oké, dan gaan we weer zo maken. Vanaf, die kan erop. Moet je uitlaat. Ja, dat is goed. Slaag, nog steeds. Ja, maar. Maak maar één ding lekker. Hoor. Huh? Ja, die is daar. Die is meegedraaid, toch? Dat is deze. Ja, dat kan ik proberen. Mooi motor, hè? Motor is goed. Echt goed motor. Hij is licht, daarom. Hij is niet zwaar voor mensen die... Die Italianen zijn allemaal... Zijn licht. Ja, licht, begrijp je? Daarom maken ze die spullen zo. Met de lange bout ook even. Met de lange bout ook Nee. Netjes omheen. Die zit weer goed daar. Dit en deze hier zo. Wat wij nou gaan doen is... Startmotor erop. We gaan draaien. Misschien kunnen we de startmotor aan het draaien maken. Plus. En de min. Laten we nog een keer naar de rechts vergeten. Nee. Dit is daar. Dit is hier. Zitten geen kabels echt tussen. Nee. We moeten hem een klein tik kunnen geven.
Hij moet draaien. De ontsteking is om te starten. Kom hier starten. Hier, kijk of hij gaat draaien. Smullen. Staat hij nu sneller of zo? Had ik hem laten zien, had ik hem kunnen laten draaien, maar doet hij niet, wil hij niet. Maar... Nee, ik krijg hem niet aan de rij. Kom maar, die min moet ook aangesloten worden, heel veel dingen moeten nog. Ja, nee. Dit wordt een... ik wou hem even laten draaien, maar dan moet ik veel te veel aanschuiven. Ik heb er vertrouwen in dat het goed is. Even die ding is. De kant is klaar. Ik ga daar een deksel leggen. Die heb ik schoongemaakt. Die gaan we zo in elkaar zetten, deze kant. Dan gaan we de andere kant. Dan heb je nog andere ratten in de kant. Kom. Dan zetten we die brug even ietsjes omhoog. Even kijken, ik ga je laten zien. Kijk wat ik toch heb, hè? Hier. Zie je hier een merktekentje? Maar die kun je inzoomen als je wil. Geen zo. Zie je die merktekentje daar? Mm-hmm. Moet gelijk met deze ding hier staan. Kom eens, kat. Nee, niet zo filmen, gewoon recht filmen. Hier. Zie je hem hier? Hmm. Hier nog meer, nog niet klaar. Deze? Moet met deze tegelijk staan. Deze? Moet met hierboven gelijk staan. Als we gaan we ze op die ding zetten. We draaien aan die motorblok. Bijna. Hier een dingetje pakken. Zie je dat? Deze moet hier gelijk mee staan. Deze staat hier aan gelijk. Deze staat. Weet je? Deze moet hier mee. En deze hier. Aan de kant op. Kom op. Hier is een dop. Voor de kukkas draaien. En hier is die. Even kijken. En hier is de merkteken. Zat alles tegelijk op tijd. Ook waar je het kan zien is. Kom aan de kant heen. Deze zuiger is leeg. Zie je het? Helemaal naar binnen. Deze zuiger is vol. Zat bovenaan. En nou kun je het riemetje vanaf halen. Je kan ook zelf aftekenen. En dan kun je tellen. Of een tandje kan je ook doen. Maar als je hebt je merk en dan kun je het riemetje vangen. Dus jongens, we gaan de motor in elkaar zetten. Hier is het accu'tje.
Die zijn we aan het opladen. Hier is het accu'tje, die zijn we aan het opladen. Wat doe je dat? Winstkant 2. Nee, moet die camera constant wel op de motor houden. Dit is het beter. We gaan naar mij toe richten. Wij gaan jullie nou verlaten. We gaan de bougies vangen, de oliefilter van de motor. Dan gaan we hem afbouwen, dan zijn we klaar. Dan kunnen we lekker rijden met de motor. Ik wil deze aandrijven. En misschien als ik tijd heb, neem ik jullie mee op de motor. Gaan we lekker een stukje rijden met de motor. Misschien als ik tijd heb. Goed. Langzaam maar.